Ja, succes jongens. Heel veel fun. Hallo Kaart. Dankjewel. Joop? Ja. Ah, kom op jongens. Lekker blaast. Ik maak me van ruimte. Oh, zijn die minions slecht, jongen. Oh, ik heb er niet zoveel last van, om heel erg te zijn.
die baan. Er gaan zeker die 45 ronden bij. Maar dat hoeft ook niet, want er is een verplichte stop. En daar moet je ook voor compound wisselen. Dat is ook niet genoeg benzine. Wat voor vorm aan het doen zijn, maar. Nou, kom erom te regen. Steve, het komt goed regen. Het is even goed regen, zo. Ik denk dat je net iets sneller bent, maar niet genoeg om er echt goed naast te kunnen zitten. Ja, ik ben in bochten, ben ik wel sneller dan Alphys, maar op de rechte stukken trekt hij me elke keer wel weg. Ja, die zit in de S natuurlijk. Dat zal die Audi wel zijn. Ja. Zet er ik heb puur verschil. Met afstand van 2 S. Ja, maar ik heb dat niet in de game. Ik weet niet wat ik dat moet gebruiken. Ik doe die automatisch. Hetzelfde als de lachgas kan wisselen. Kan jullie iets bouwen en er wordt al driftje verwacht weer dan? Ja, het was geen klaar.
Ik zat gewoon naast je Alvest. Dat kan niet. Ik zat al naast op het rechterstuk ervoor, jongen. Halve auto elektrisch ernaast. Dus moest maar op de radar kijken. Ja, en wat is dit dan? Nu is ook niet zeker over mij, hè, als je mij over de baan afdekt. Ah, shit. Dat is hier, zo kan mij uit. Ach, Alvis, verlaat je weer kennen, zeg. En dan? Ik kan jullie iets bouwen. Ik heb een paspeel die voor paspeel. Je had gewoon door kunnen gaan, er was er niks aan de hand geweest. Och, jongen, het is altijd hetzelfde. Dat klopt. Dat? Ja. Jammer, want het was heel leuk en spannend achter me. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Het was gewoon close race, zeg. Yep. Dat is de Duitser. Blijf ik in ons eigen race. Ja, inderdaad. Ja, je hebt al een punt, hè, boy. Ja, precies. Ik heb mijn doel behaald. Oh, nou, eerst 75% van de race nog, hè? Als me dat toch niet lukt. Famous last words. Ik was helemaal met een minuutje bezig. Snel weer. De zwarte banden houden zich ook wel goed. Ja hoor. Wacht een minuutje. Ja. En je rolt ineens een seconde harder. Ik heb echt geen grip op die medium jongen. Nee, ik weet niet die te lep zijn. Achter mij is wat ellebogenwerk, zag ik. Later, man. Thanks for the sub, man. Maar het is altijd fout, deze. Thank you.
gebeurde daar, jongens? Ik weet niet, ik hoorde wel banden piepen. Goeie avond, Bonkert. Ja, er stond opeens iemand dwars, daarom. Ik vermoed Arts, die lijkt nog op de baan over. Dus dat wordt een netcode zijn geweest, maar... Duits internet, hè? Ajo! Dat klonk ook heel Duits. Ik heb Duitser. Ja, die lijkt gewoon zo volgende zijkant, hè? Volgens mij is dat ook weer het begin bij bocht 2. Bocht 3 dan of zo. Dat betekent het. Of hij doet het natuurlijk dus, het is een Duitser. Ik ga graag een plekje te pakken die voor is. What's up, Home Alone? Ook heel weer. Ik zit niet echt te focussen zo, maar ik ben ineens 19 sneller in 100. Ik constant 24ers en ineens 23. Ik spam er alle kanten op, man. Ja, maar het is weer. Het begint nu wel donkerder te worden. Is dat paraat dan? Maar jij hebt te makkelijk de tijd om het weer uit te kijken. Wacht, ik kom voor. Niks op de radar, dus... Jammer. Ook in één keer. Ja. Oh, mijn leven. Ik gelijk helemaal uit de focus naar zo'n klein foutje.
op silent. Ik zie de Mercedes achter mij de hele tijd over de fucking racinglijn naar rijden, maar geen penalties, what the fuck. Ja, dat kon daar niet. Ja, jezus. Nou, de Mercedes wel een e-mailtje naar de via de schieten. Ja, hij heeft een penalty. En dan had hij ook zeg maar zeggen. Koos rijdt niet voor niets in de Mercedes-levering Busy. Moet je wat laten zien. Matthias, die gaat toch voor de regenbanden? Nou, vast zeker. Dat was vroeg, ja. Zeker op medium. Dat is af van de medium gaat, Mercedes heel erg mee. Hè? Dat is af bij de Mercedes voor heel erg mee gaat zo'n beetje. Ja, maar bij die van mij volgens mij ook wel. Makkelijk zelfs. Het beste voor de soft is wat er vanaf ondertussen. Ik kon in de oefenrace de 23 ronden makkelijk mee doen zonder überhaupt nog in de buurt van versleten te zijn. Ik heb gisteren 29 gedaan. Ja, ik wil het zeggen, die gaat echt tiefs lang mee. Ja, maar jij wordt ook de bandenvlees gekozen. Nee, maar kennelijk Matthijs ook. Ah, oké. Dan zijn jullie allebei bandenvleesers. Of jij bent een bandenschreeuw lelijk. Huh? Zat dat? Van de barbaar? Ik dat niet beter? Nee. Klinkt alsof een reclamecodecommissie dat heeft bedacht.
Is dat? Nou, ik ga voor medium. Waar is dat dan zitten? Ja, achterwaarts op 60% denk ik. Ik voelde het gewoon. Gewoon niet meer lekker insturen, denk ik, ga naar binnen. Ik wil niet meer de rondjes rijden wat ik wou rijden. Jezus, blijf je gaan vroeg. Hou eens een beetje op en luister. Wat een influencer ben ik.
Het waren vreemde bewegingen. What the fuck? Sinds is eindelijk de eerste track penalty gewoon. Zo gewoon water te drinken? Jezus Christus. Oh, stop voor de geworden. Dit zijn psychouts. Nu heb ik ook gewoon echt het idee voor me dat je een rietje hebt. Ik weet dat niet. Zo'n fles onder je stoel en een rietje naar je mond. Ik heb al zo'n fles, want ik ben zo bij de gebruikt met zo'n rietje eraan. Ik heb een katheter. Dat moet je niet uitdrinken. Zou ik niet doen. Die heb je al sinds Singapore, Koos. Daarom. Zou ik me niet aan wagen. Oh shit. Ik kijk helemaal naar het verkeerde rembordje. Dat is best wel niet handig. Heel weird is dat. Ik heb toch al 100 meter te vroeg. Beter dan te laat. Ja, dat is waar. Hey boy, jij moest nog naar binnen, toch? Ja, ik ga deze ook. Okay. Weet ik hoe hard ik moet vechten, namelijk. Dat is vooral hoeveel op maandag binnen. We gaan het zien. Ik heb nog wel nooit meer gedoord. Ik heb het gezien als mij dat.
Ja, banden houden het echt voor als het goed hier. Te laat. Oh, ik ben helemaal mijn focus kwijt. Oh, mijn buik. Baantemperatuur ook een gefactor mee in dit spel. Dat is wel. Ja, dat is toch wat ik de slijtage wel. Luister, als je de laatste bocht zwaar over de streep gaat, dan krijg je geen penalty. Zeg je die wel. Ja, dat is een streep.
had een van die curb gekomen volgens mij. Want ik zie de hele tijd achter me mensen zwaar hard over die streep knallen, terwijl ik er vol in de ankers ga de hele tijd. Kun je buitenkant? Ja, kun je nog aanleggen als je goed. Test je dit, Matthijs. Dat ook, ja. Het leek even spannend te worden voor P1, maar zie ik zo. Zo ben ik het doen, is maar. Het is niet even 4 seconden. Ik vind het prima. Kom je dichterbij? Ja. Tankschade. Of ik nog spannend kan maken voor PG. 3x6. Na die ene spin van mij ben ik echt helemaal in de ring. Niet meer teruggevonden. Kostbare fout geweest, geloof ik. Wat duurde niet aan. Ja, was die nog kan. Maar ik begin het systeem weer op. Kampioenschap zou er wel een mooie uitslag zijn. No offense naar Matthias, maar ja, staat boven.
Matthijsje zit hem al te zweten dat ik binnen 3 rondes 1 tiende dichterbij ben gekomen. Dat sowieso. Lampen gaan aan. Nou, we kunnen even knipperen. Kan dat anders niet? Ja. Ah, jawel, maar je ziet het niet. Ah, zo. Dus ze zelf zien het niet.
Misschien kan ik er wel penalties voor. Collision penalty, wall collision penalty en shortcut penalties. Komt de laatste op niet. Ik zou nu alvast naar full red gaan. Deze geen Lando Norris. Kunnen we zien die regen? Het is een onderbroekie. Binnen zijn helm. Ik wacht even als ik met je geest. Zo waar het gaat. Als je dan je VR op had. Ik voel de zweet al binnen mijn koptelefoon. Het is minder erg dan vorige week. Ja, gelukkig wel. Vorige week deed ik niet mee, dan had ik andere problemen. Ja, geloof me, vorige week was geen pretje. Ik last ervan, hoor. Voelde alsof we echt in Brazilië waren. Ja. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Ze hadden voor vochtigheid en alles. Yep. Ja, voor mij kan ik ook echt we hebben nog net niet de samba gedaan. Spreek voor jezelf. Ja, voilà. Heb je de samba gedaan, Koos? Zeker weten. Even kijken. Ik alleen maar de time trial. Vaar ik nu niet. Ja, dat gaat het. Kijk maar uit. Begin van het einde. Je hebt maar 20 seconden voorsprong. Nou, als je nou elke ronde een dikke penalty pakt, kan het wel. Ja, oké, dat gaat wel goed. Ja. Even de groeten aan rond doen. Ja, hier op de camping. Dat is pas een kort tijd. Naar de fans waaien. De tweede keer dat ik hem bijna uit de muur moest halen. Hij zit de SOS nu wel iets van de grip. Dat mag ik toch hopen. Ik moet nog 18 seconden goed maken op deze. Wel heel veel kansen voor deze. Dat wel. Het is geen opkomen recht een stuk ongeveer, holy fuck. Zat ik geen potje, dan ben je gaan. Okay.
heel voorzichtig uitrijden. Overtuigend gewonnen. Dankjewel. Ik denk niet dat er iemand echt in de buurt was gekomen vandaag. Dat is mooi. Ja. Zonder die. Is het gewoon even een kruisje wel gehad. Zonder mijn cash en penalties was misschien ook in de buurt gekomen. Lachen. Hoe je het wel doet. Jij. Zuur man, echt één wielspin en Snoyov kwam er voorbij. Wat een kutzooi. Wat zuur. Oei. Ja, ik rij in Nissan, je ziet hem hier staan, GT-R Nismo GT500. Ik zal even toelichten waarom die tweede pitstop was. Ja. Vertel. Ik selecteerde per ongeluk voor de tweede keer medium boven. Oeh, en dat was hier ook echt niet nodig, man. Nee. Ja, ik drukte te snel en meteen was het eigenlijk. Nee. Hey man, mag ik je wel even props geven voor je eerlijkheid dan? Want ik denk niet dat iemand het er was opgevallen. Ik kan het doorgaan en dan. Nee, dat is fucking dope, man. Nee, dat is echt super dope.